Rick Dekker, je hebt al een pittige carrière achter de rug, mag ik wel zeggen. Met heel veel wedstrijden in het betaalde voetbal. Ik heb genoeg wedstrijden gespeeld inderdaad. Vooral bij PEC Zwolle. Ik heb 6 jaar gezeten. Daarna 2 jaar de Graafschap en de laatste 2 jaar bij Top Os. En nu ben ik in Ermelo neergestreken. Afgelopen seizoen was een beetje een pechseizoen voor je. Klopt, ik ben bijna het hele jaar geblesseerd geweest. Eigenlijk de laatste wedstrijd in de voorbereiding tegen Emmen. Eigenlijk een tik gehad op mijn knie. En toen in december was ik weer fit. Voetbalde ik 4 wedstrijden en toen helaas mijn schouder uit de kom. En toen eigenlijk rustig en voorzichtig aangedaan. Zodat ik deze zomer weer ergens fit kon gaan beginnen. En dat is uiteindelijk Ermelo geworden. Voelt het nu goed? Voelt nu goed. Dus met trainen gewoon vrij uit. En afgelopen zaterdag natuurlijk ook al een wedstrijd gespeeld. En dat voelt goed. En het geeft ook vertrouwen dat het gewoon goed gaat. Ja. Dus ik kijk met goede zin en goede moed richting de toekomst. Mooi. Hoe vind je het? Hoe vind je de selectie? De selectie vind ik goed. Ik veel kwaliteit op de trainingen. In de wedstrijd al vond ik dat er best een aardige, zeker een goede eerste helft speelde. En verder, hier bij DVS ben ik al meerdere malen wezen kijken voor het vorig seizoen en het seizoen ervoor. Omdat ik ook hier een aantal bekenden heb zitten die hier voetballen. En dat is me altijd positief bevallen. En uiteindelijk toen met DVS in gesprek gekomen. En uiteindelijk een goed gevoel. En nu ben ik hier. Mooi. Noem die spelers eens op. Met wie je... Vooral met Stef. Stef Nijland, dat is een goede vriend van mij. Daar heb ik een hele tijd bij Zwolle mee gespeeld. En eigenlijk altijd goed contact gehouden. En we zien elkaar ook buiten het voetbal. En verder, Roland Baas heb ik meegevoetbald. En zoals af en toe mijn vrienden van Stef, zeg maar, die hier ook zaten, die ben ik ook meer gaan kennen tijdens verjaardagen. En dus een groepje die ik al ken inderdaad. Ja, dat is wel lekker mooi meegenomen. Hè? Ja, het voelt heel, heel goed binnenkomen en het is fijn dat je al mensen kent. En dan die neem je mee en dat geeft een goed gevoel. Ja, op welke positie in het veld voel je het meest senang, tevreden? Het meest senang of de nummer 6? Voetballen van achteruit proberen. En ik heb in het verleden ook wel eens, als het moet, nood aan de man centrale verdediger of nummer 8. Dus we kunnen meerdere kanten op, maar het liefst speel ik op 6. En vanuit daaruit de opbouw en het voetbal gaan verzorgen. Ja, en je bent nog steeds, ondanks een hele lange carrière, nog steeds maar 28 jaar. 29. 29? Een grote vent al. Hartstikke goed. Waar hoop je op dit seizoen? Ja, waar hoop ik op? Ik denk dat we nu in de voorbereiding een goede basis moeten leggen om in het seizoen goed te kunnen voetballen. En met meerdere dingen, patronen te gaan werken, zodat we tegenstanders eigenlijk een beetje de wil op kunnen leggen. En ik denk dat we zaterdag goed mee begonnen zijn. Dat je ziet dat we aan de bal goed kunnen voetballen, sterk kunnen zijn. En dat gekoppeld aan diepte en uiteindelijk aan resultaat is natuurlijk denk het mooiste dat we hier als club iets moois kunnen gaan neerzetten. Mooi, Rick. Ik wou je heel erg bedanken voor dit korte, maar duidelijke interview. En ik wens je namens DVS TV en de supporters ook ongelooflijk veel succes dit seizoen. Dankjewel en ik hoop ook op een mooi seizoen. Dus daar gaan we voor met z'n allen. Oké, bedankt. Yes.